Dit is Jacob Spoelstra, stand-up comedian, liedjesmaker en columnist. Vanuit Friesland reist hij het hele land door om op te treden als cabaretier. Afgelopen jaar was Jacob onder andere te zien op de EO Jongerendag en het X-Noise Flevo Festival. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer zijn dan 3%. Ja, hier ben ik het wel mee eens. Het hele issue is dat we meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dus dan moet je niet nog een keer meer uitgeven. Maar als je eenmaal roemer de portemonnee geeft, ja, dan maakt hij het op. Weet je, dan gaat hij naar de zwembadkiosk en dan zegt hij van, mag ik wel 3 lollies, 2 spekjes en 4 smileys? Hoeveel heb ik nog? Weet je, maar die maakt het op. En ik denk gewoon, ja, we geven te veel uit. Ja, de belasting op vlees moet flink omhoog. En niet omdat ik zo van de Partij van de Dieren hou, maar ik vind gewoon ongezonde producten, daar moeten chips, moeten ze ook gewoon belasten, cola. De gezondheidszorg is een van de snelst groeiende kostenposten in Nederland. Nou, doe chipsbelasting. Ja, moet je eens kijken wat dat oplevert. Ja. Zou Irma Roemer ook wel niet zo leuk vinden, denk ik, maar die eet ook veel chips volgens mij. Daar is die dan, de uitslag. En dat komt uit. Oh, wat verrassend. ChristenUnie. Nou, daar zal mijn familie blij mee zijn. Mijn schoonvader die zit in de gemeenteraad en mijn beide zussen ook allebei voor de ChristenUnie. Dus dan weet je wel wat op verjaardag over gaat. Dus ik weet wel een beetje wat ze willen en waar ze voor staan. Maar ja, op zich, ik vind het nog wel verrassend dat het er toch ook uitkomt.